Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van zaterdag 13 januari. Het is momenteel nog bewolkt en grijs in Nederland, maar in de loop van de ochtend gaat in het zuiden af en toe de zon doorbreken. In het midden en noorden duurt het nog erg lang. Het is lokaal ook wat mistig, maar de mist die zal verdwijnen omdat de wind iets uit gaat trekken. Die wordt zwak tot matig en vanmiddag is die overwegend matig uit oostelijke richtingen. Zoals gezegd, in het zuiden kan dan de zon doorbreken. In het noorden en midden blijft het toch wel overwegend bewolkt. De temperatuur ligt dan tussen de 4 en de 7 graden. Vanavond breiden de opklaringen zich wat verder uit. Het gaat dan op veel plaatsen in het binnenland licht vriezen. De wind blijft in de oosthoek en is matig en de kans op mist wordt geleidelijk aan steeds kleiner. Morgen zijn er flinke zonnige perioden. Alleen in het noorden zijn er wat meer wolkenvelden. De temperatuur ligt tussen de 3 graden in het noorden en 6 graden in het zuiden, smiddags. De wind is matig uit het zuidoosten. Maandag gaat het geruime tijd regenen in de middag en avond en ook gaat het flink waaien. En vanaf dinsdag blijft het wisselvallig en krijgen de buien een meer winters karakter. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne zaterdag.